Deze presentatie werd in november 2014 gegeven tijdens de Train je collega week. Er bestaan massa's opleidingen hoe met Microsoft Excel en PowerPoint of vergelijkbare software te werken. In deze voordracht gaan we dieper in op de niet-IT-gebonden aspecten. Wanneer gebruik je best een grafiek? Wanneer een tabel? Hoe moeten die eruit zien? Maar we kijken eerst hoe onze hersenen informatie verwerken. Want iedereen weet wel dat we maar een beperkte hoeveelheid informatie tegelijk kunnen verwerken en ook nog eens snel afgeleid zijn. Waarom deze invalshoek? Wel, we weten allemaal dat we te veel vergaderen, dat dit meestal niet productief is en er nog een hoop andere nadelen aan verbonden zijn. Het getoonde artikel geeft een goed overzicht en verwijst naar relevante studies. Als we dan versuft en afgeleid op zo'n vergadering zitten, krijgen we meestal ook nog eens informatie aangeboden op de minst efficiënte manier. En toch blijven we ellenlange vergaderingen organiseren en presenteren we op die vergaderingen cijfers en andere informatie op een manier die het moeilijk maakt om de essentie te begrijpen en onthouden. Vandaar dat in deze voordracht een invalshoek is gekozen om meer inzicht te geven in onderliggende processen. Voor alle duidelijkheid, het kan ook een strategie zijn, bijvoorbeeld tijdens onderhandelingen, om deelnemers aan een vergadering uit te putten, maar dit is dus niet het onderwerp van deze presentatie. Om op te warmen starten we met een kleine test. Je ziet 5 woorden. Lees die heel aandachtig. Probeer nu de lijst met woorden op te sommen. Het eerste woord was blauw, het tweede woord groen, het derde woord rood, het vierde geel en het laatste paars. Zeer goed, dit was voor niemand een probleem en dit werd al door heel wat onderzoek bevestigd. Voor deze test maakten we immers gebruik van ons werkgeheugen. We kunnen in ons werkgeheugen ongeveer 7 dingen onthouden. Iets meer of iets minder, afhankelijk van wat die dingen zijn en hoe moeilijk ze zijn. We kunnen minder moeilijke woorden of lange woorden onthouden. We kunnen meer cijfers of korte klanken onthouden. Alles is afhankelijk van de context. Zo is het woord beleidsrapporteringen voor een Nederlandstalig persoon 1 woord. Voor iemand die geen Nederlands spreekt zijn dit 7 klanken. En daarmee zit het werkgeheugen van die persoon dan ongeveer vol. Ook als we getallen in een tabel vergelijken, gebruiken we ons werkgeheugen. Om de vraag te beantwoorden in welk jaar het hoogst aandeel personeelsleden van de Vlaamse overheid deelnam aan een vormingsactiviteit, doorlopen we snel een aantal stappen. We lezen de informatie in de titel- en kolomhoofden. We zien dat de jaren oplopend georganiseerd zijn. We zien dat 69 het hoogste getal is in de tweede kolom. We herinneren ons dat dit correspondeert met het jaar 2010. En zo verder. Zelfs met de inzet van ons beperkte werkgeheugen vinden we zeer snel het antwoord op de vraag. Dit type tabel kan gerust in een presentatie worden gebruikt. In deze tabel is dit al heel wat moeilijker. Dergelijke tabel hoort dus thuis als achtergrondsinformatie in een rapport, niet in een PowerPoint. We doen een nieuwe test. Ik toon snel 5 afbeeldingen. Beantwoord de vraag die over elke afbeelding wordt gesteld zo snel mogelijk luid op. Dus als ik bijvoorbeeld vraag, wat is de kleur die je nu op het scherm ziet, dan antwoord je zo snel mogelijk wit. We starten. Wat is de kleur van dit gebouw? Wat is de kleur van deze vlag? Dash was witter dan. Wat is de kleur van deze trouwjurk? Wat drinkt een koe? Je liet je hoogstwaarschijnlijk verrassen en antwoordde melk, vooraleer dit te beseffen. Dit is een voorbeeld van priming, het sneller herkennen van of reageren op iets als men dat eerder heeft waargenomen. In dit geval met nog een extra trucje erbij, priming van het woord wit en van allerlei beelden die met wit geassocieerd worden, dus een semantische priming in combinatie met priming door associatie. Worden de prikkels op een onbewuste manier gegeven, dan wordt er geprobeerd ons gedrag te veranderen zonder dat we het zelf beseffen.
Dit gebeurt bij product placement in films, verkiezingscampagnes en andere reclamecampagnes. Maar het is ook een techniek die we al lang gebruiken om zaken vanuit ons werkgeheugen in een vorm van lange termijn geheugen, namelijk het impliciete geheugen, op te slaan. Zo hebben we allemaal de maaltafels geleerd door ze luid op te dreunen, veel te herhalen en veel oefeningen en toetsen te maken. Het sleutelwoord hier is dus herhaling. Het loont dus om tijdens een presentatie de belangrijkste boodschap en alles wat daarmee geassocieerd kan worden te herhalen, of toehoorders te vragen iets te herhalen. In de context van een vergadering kan dit natuurlijk maar op beperkte schaal gebeuren. In trainingssessies kan je dit veel uitgebreider doen. Dit zijn figuren van twee verschillende vormen van ons werkgeheugen. Het ene onthoudt tijdelijk geluiden en gesproken woorden, het andere beelden. Zoals eerder gezegd kunnen we ongeveer 7 dingen tijdelijk in ons werkgeheugen opslaan. Je ziet dat dit werkgeheugen maar een beperkt deel van onze hersenen gebruikt. Als we aandachtig naar beelden kijken of zaken visualiseren, gebruiken we de visuele cortex. Dit is bijna het volledige achterste derde van onze hersenen, veel groter dan het werkgeheugen. Visueel werken en denken is dus een zeer krachtig instrument. Dit is nogmaals de eenvoudige tabel van daarnet. We stellen dezelfde gegevens voor als staafdiagram. Het duurt niet echt letterlijk maar een paar milliseconden voor we zien dat de eerste staaf de hoogste is. Een fractie van een seconde later hebben we de overige informatie opgenomen. We zien hier wel niet het exacte percentage per jaar. Je kan hiervan handig gebruik maken bij foutcontrole. Stel dat je een heleboel cijfers of fouten moet controleren in een spreadsheet, dan is dat een zeer lastige taak. Je kan dan een draaigrafiek maken waar je zoveel asvelden gebruikt tot elk staafje een individuele meting voorstelt. Dan springt de fout of de extreme waarde er onmiddellijk uit. We doen onze eerste test opnieuw, maar ditmaal staan de woorden in kleur. Lees alles opnieuw aandachtig. Probeer nu zo snel mogelijk de kleuren op te sommen die je zag. Oké, tijd is om, we controleren. Blauw was in het rood geschreven. Groen in het geel. Rood in het groen. Geel in het roze. En paars in het bruin. Je zag dus de kleuren rood, geel, groen, roze en bruin. Jullie wisten dat er iets ging komen en jullie hebben dus alles heel aandachtig bekeken, maar er zijn waarschijnlijk maar heel weinig mensen die alle kleuren juist hadden. Dit was een illustratie van het zogenaamde stroop-effect, genoemd naar een meneer Stroop die er in 1935 een artikel over schreef, maar het was eigenlijk al vroeger in 1929 door een psycholoog beschreven. Dit effect houdt in dat bij een incongruente conditie, dus als de kleur anders is dan de inhoud van het woord, de mondelinge reactie veel trager is en dat de kans op fouten groter is. Zelfs in 1929 wist men al dat woordrepresentaties verankerd zitten in ons brein. Leren lezen heeft dus een blijvende invloed op ons brein. Mensen die kunnen lezen, decoderen de betekenis van woorden onbewust. Vandaag de dag weten we waarom dit zo is. Als je een tekst leest, zijn de op deze foto getoonde gebieden actief synchroon aan het samenwerken. Een eerste gebied is een motorisch taalcentrum, verantwoordelijk voor spreken en andere manieren om taal te uiten, zoals schrijven. Een ander gebied is verantwoordelijk voor het verstaan van taal en het maken van een mondelinge woordenschat. Het is een soort opslagplaats van woorden, zinspatronen en klanken. En in het lettergebied worden cijfers en letters visueel herkend. Bij het lezen van woorden in een andere kleur doet ook een deel van de visuele cortex mee. In de voorgaande illustratie van het stroop-effect zorgde dit voor wat verwarring. Zorg dus voor een congruente conditie dat wat je toont overeenkomt met wat je zegt. Dus, hoe zorg je ervoor dat op een vergadering die al een tijdje duurt, waar iedereen versuft zit en ook nog eens snel afgeleid raakt, iedereen jouw cijfers begrijpt en onthoudt? Werk vooral visueel. Met andere woorden, presenteer cijfers in een grafiek. Een eenvoudige tabel kan ook. Herhaal de belangrijkste boodschap een paar keer
en vermijd verwarring tussen wat je zegt of schrijft en illustreert. En we herhalen deze belangrijke boodschap onmiddellijk op een visuele manier. Werk vooral visueel. Een eenvoudige tabel kan ook. Vermijd verwarring en herhaal de belangrijkste boodschap. En nu meer in detail. Gebruik een tabel als het belangrijk is om specifieke cijfers weer te geven, maar hou het eenvoudig, want het is moeilijk om te volgen. Grafieken zijn het aangewezen medium als je trends wilt tonen, als je grootteordes wil vergelijken of patronen wil laten voorspellen. En natuurlijk zal je een situatie bedenken waarbij je én een trend wilt tonen én specifieke cijfers weergeven. Gebruik dan een grafiek met duidelijke labels. Twijfel je nog? Schrijf dan eerst een beknopte samenvattende tekst van de informatie die je wil overbrengen. Als uit die samenvatting blijkt dat je specifieke hoeveelheden wil vermelden, geef dan een tabel weer. Blijkt dat je eerder ruwe vergelijkingen maakt of stellingen zoals de trend zwakte af, het aandeel nam drastisch toe, gebruikt, kies dan voor een grafiek. Maar wat is nu een goede grafiek? Dit is een grafiek. Het is een mooie grafiek. Hij is gemaakt door W.R. Gardner en in 1823 gepubliceerd door William Darton. De titel ervan is Comparative Heights of the Principal Mountains and Lengths of the Principal Rivers in the World. Als je hem voldoende uitvergroot, vind je er massa's informatie over bergtoppen en rivieren. Ook dit is een mooie grafiek, maar dan wel uit 2013. Hij is gemaakt door blogger Stefan Okhuizen op basis van gegevens uit het Open Data Register van de Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer en stelt de kleuren voor van nieuwe personenwagens in Nederland tussen 1973 en 2013. Je ziet onmiddellijk dat ongeveer driekwart van de Nederlandse auto's zwart, grijs of wit zijn. Maar de aandacht wordt vooral getrokken door het kleurenpalet van de hele grafiek. Dit zijn horizontale staafdiagrammen uit de volkstelling in de Verenigde Staten van 1900. Ze stellen het aantal inwoners van allochtone afkomst voor, per nationaliteit, in steden van meer dan 100.000 inwoners. Het is een screenshot van op het internet, dus helaas is het beeld niet al te scherp. Maar moest het wel scherp zijn, dan is er nauwelijks verschil met deze recente Excel-staafdiagrammen. Deze grafiek van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek geeft de gezinssituatie weer van 15-jarigen in Nederland, naar gelang de nationaliteit van de ouders. Bij de eerste twee grafieken kon je nog bewonderend genieten van de creativiteit waarmee ze gemaakt zijn. Bij de laatste twee zie je vooral data en weinig creativiteit. Geen probleem uiteraard, want dat is nu eenmaal waarvoor grafische statistieken dienen. Als je in de nu getoonde grafiek gegevens wil vergelijken, zie je in elk geval vlot hoe het procentueel aandeel van twee oudergezinnen verschilt naar gelang de nationaliteit. Maar bij de andere categorieën is het veel moeilijker verschillen en trends te ontdekken. Dit ondanks het feit dat we visueel sterk zijn. Er is ook geen sprake van incongruente conditie. De grafiek bevat gewoon veel ruis, namelijk veel vlakken en kleuren, en werd gekanteld. De aandacht wordt weggetrokken van de feitelijke gegevens. Je moet ernaar zoeken tussen lijnen, kleuren en vlakken. Voor de grafische mogelijkheden van computers voldoende ontwikkeld waren, was het moeilijk om daar iets aan te doen. Dit is bijvoorbeeld een regressielijn door een puntenwolk getekend op millimeterpapier en dan ook nog eens in zwart-wit gedrukt. Het is moeilijk de punten duidelijk te zien. De standaardinstellingen van softwarepakketten, zoals Microsoft Excel, voegen automatisch allerlei ruis toe aan grafieken. Horizontale lijnen, bolletjes en vierkantjes, de schaal wordt automatisch ingesteld, er is soms te weinig contrast tussen kleuren. En je kan achtergronden, kleuren, 3D-effecten en dergelijke toevoegen. Kunnen we daar iets aan doen? Dit is Edward Tufte. Hij is professor emeritus van Yale University en waarschijnlijk de enige persoon ter wereld die zowel professor was in statistiek, grafisch design en politieke wetenschappen. Hij heeft samen met statisticus John Tukey de basis gelegd van heel wat theorie rond grafische statistiek. Daarnaast is hij ook nog eens beeldhouwer. Hij ontwikkelde onder andere de data ink ratio, de verhouding van de inkt die gebruikt wordt om informatie uit gegevens weer te geven,
ten opzichte van alle inkt gebruikt om de hele grafiek te printen. Belangrijkste regels zijn: toon vooral de gegevens, beperk de data inkt maar zonder te overdrijven en wis de rest, non-data ink en overbodige data ink, opnieuw zonder te overdrijven. Een goede data inkt ratio ligt in de buurt van 1. Als we dit principe toepassen op onze regressielijn op millimeter papier, krijgen we het volgende zeer duidelijke beeld. En van ons 3D staafdiagram houden we de essentie over. Alle overbodige lijnen zijn weg, we zien alle informatie die we nodig hebben in de titel en een bescheiden legende, en we zien twee percentages die ons verhoudingen en grootordes laten inschatten. Op naar een ander aspect van het presenteren van cijfers. Stel dat je beslist hebt om cijfers in een tabel te presenteren omdat je specifieke hoeveelheden wil weergeven. Hou er dan nog steeds rekening mee dat je toehoorders versuft en afgeleid van hun werkgeheugen moeten gebruik maken. De belangrijkste tekortkoming van PowerPoint is dat je toehoorders de neiging hebben om te denken dat je een afgewerkt product voorstelt, terwijl je enkel wat onafgewerkte notities presenteert. Vermijd dus de neiging om snel de standaard PowerPoint handouts af te printen en uit te delen. Geef ze een rapport of een speciaal voorbereide samenvatting. Daarin vermeld je uiteraard wel de correcte, exacte cijfers. Tijdens de presentatie geef je dan enkel de essentiële cijfers weer. En rond ze af, zodat het werkgeheugen van de toehoorders niet te snel volloopt. Maar vermeld wel duidelijk dat je afgeronde cijfers presenteert en de exacte cijfers in het rapport staan vermeld. Deze dubbele aanpak, meer werk steken in een aangepaste handout en tijdens de presentatie enkel de essentie tonen, vergt van jou veel meer voorbereidingstijd. Maar je slaagt er dan wel in alle deelnemers aan de vergadering hun tijd nuttig en efficiënt te laten besteden. Voor alle deelnemers samen is dit dus een netto tijdswinst. Doorgaans volstaat het om tijdens een presentatie twee effectieve cijfers te houden. Effectieve cijfers, effective digits, zijn de eenheden in getallen waarvan de cijfers veranderen. In dit voorbeeld veranderen de cijfers zowel in de honderdtallen, tientallen als eenheden. Er zijn dus drie effectieve cijfers. Afhankelijk van een aantal factoren kan je beslissen om twee effectieve cijfers over te houden. In dit voorbeeld rond je dan af naar het tiental. Hier blijven de honderdtallen gelijk. Enkel de tientallen en eenheden veranderen. Twee effectieve cijfers behouden betekent hier dat je niks afrondt. Hier verandert alles. Twee effectieve cijfers behouden betekent hier dat je afrondt tot 1 decimaal na de komma. Maar alles hangt af van context, variabiliteit van de gegevens, steekproefgrootte. 104 afronden tot 100 is een wijziging van 3,8%. 994 afronden tot 990 daarentegen is slechts een wijziging van 0,4%. Stel je de vraag of de niet afgeronde cijfers tot andere beslissingen leiden dan de afgeronde cijfers. Ook de layout van een tabel is belangrijk. Cijfers die meest vergeleken zullen worden, dienen in kolommen naast elkaar te worden geplaatst. Voeg beknopte titels toe op niveau van tabel, kolom en rij. Eventueel wat extra informatie in een voetnoot. Voeg een beperkt aantal horizontale lijnen toe om het oog te leiden. Vermijd verticale lijnen. We hebben tot nu toe een paar lijngrafieken en staafdiagrammen gezien. Maar er bestaan nog massa's andere soorten grafieken. Hoe moet je daaruit kiezen? Eerst een voorbeeld. Wie ziet hier een trend in? Dit zijn dezelfde gegevens in een ander type grafiek. De trend en uitschieter zijn onmiddellijk zichtbaar. Dit heeft te maken met pre-attentive processing. We nemen continu onbewust informatie op uit de omgeving. Maar enkel de informatie die duidelijk opvalt en waarin we actief in geïnteresseerd zijn, wordt bewust verwerkt. Zorg dus voor eenvoudige, duidelijke symbolen en vermijd ruis. Met deze vuistregels kan je een top 7 opstellen van de meest duidelijke visuele objecten in grafieken.
De voor lezers en kijkers meest duidelijke grafiek is een grafiek waar eenvoudige symbolen langsheen een gezamenlijke as worden gepositioneerd. Een puntdiagram dus, of bij uitbreiding staafdiagrammen, spreidingsdiagrammen en lijndiagrammen. Tweede in de hiërarchie zijn eenvoudige symbolen langsheen niet gealigneerde assen. Derde zijn grafieken waar verschillen in lengtes worden getoond, zoals gestapelde staafdiagrammen. Vierde zijn hoeken en hellingen, zoals in taartdiagrammen en sommige lijndiagrammen. Vijfde zijn oppervlaktes, zoals in sommige taartdiagrammen, gestapelde staafdiagrammen, bel-, radar-, vlaktediagrammen. Zesde zijn volumes en kleurintensiteit, licht versus donkerblauw bijvoorbeeld. Op de laatste plaats tenslotte komt de tint, rood versus groen bijvoorbeeld. Eén object in een opvallende kleur aanduiden, terwijl de rest in een niet opvallende kleur wordt weergegeven, één rood punt tussen grijze punten bijvoorbeeld, is dan weer wel duidelijk voor de lezer. Tot nu toe hadden we het over het presenteren van cijfers, ongeacht hun oorsprong. We gaan dit nu voorzichtig uitbreiden richting statistiek en vertellen heel kort iets over het presenteren van berekende cijfers, namelijk het gemiddelde en aanverwante begrippen. We gaan het kort hebben over een boxplot en over het visualiseren van 95% betrouwbaarheidsintervallen. Maar wat was nu weer het gemiddelde en wat was een mediaan? Wel, het rekenkundig gemiddelde van een reeks getallen wordt berekend door de getallen bij elkaar op te tellen en vervolgens het totaal te delen door het aantal getallen in de reeks. De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Dat wil dan zeggen dat 50% van de getallen onder de mediaan ligt en 50% erboven. Het voordeel van een mediaan is dat deze minder gevoelig is voor uitbijters dan het gemiddelde. Mediaan wordt ook wel tweede kwartiel genoemd. In een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte, is het eerste kwartiel dan de middelste waarde tussen minimum en mediaan. 25% van de getallen heeft dan een lagere waarde, 75% een hogere waarde. Analoog is het derde kwartiel de middelste waarde tussen mediaan en maximum. Elke dataset kan zo worden samengevat in 5 getallen en die 5 getallen samenvatting kan visueel worden voorgesteld in een boxplot met daarin minimum, eerste kwartiel, mediaan, derde kwartiel en maximum. De getallen tussen de kwartielen worden voorgesteld door rechthoeken. De getallen tussen minimum of maximum en het dichtstbijzijnde kwartiel als streep, behalve als die getallen verder liggen dan anderhalve keer de afstand tussen de kwartielen. Dan worden ze voorgesteld door een kruisje. Op die manier krijg je snel een indruk van uitschieters, getallen die opmerkelijk hoger of lager zijn dan de rest van de dataset. Hier een praktijkvoorbeeld. Op deze grafiek worden eenheidsprijzen van enkele types werken voorgesteld. Naast de mediaan zie je ook de gemiddelde prijs in het rood en de gemiddelde prijs zonder rekening te houden met extreme waarden in het blauw. Vooral bij het vellen van hoogstambomen, helemaal rechts op de figuur, zijn de verschillen duidelijk. Het gemiddelde zonder inbegrip van de extreme waarde bedraagt 40 euro. Dit ligt in de buurt van de mediaan van 35 euro. Maar twee extreme waarden trekken de gemiddelde prijs omhoog tot ongeveer 125 euro. Achter elk van die waarden zit echter een verhaal. In dit geval hing het om bomen nabij een spoorweg en een serre die bijzonder voorzichtig moesten worden geveld met inzet van speciaal materiaal. Door de cijfers visueel voor te stellen in een boxplot, ziet je publiek in één oogopslag het patroon achter de gegevens, krijgt het via de mediaan een indruk van het gemiddelde zonder extreme waarden en wordt de aandacht niet door die extreme waarden afgeleid. Boxplots maken in Excel vergt echter heel wat werk. Je kan vertrekken van een speciaal soort grafiek, de hooglaagslotgrafiek, maar je moet dan nog een heleboel wijzigingen aanbrengen. Voor oudere versies bestaat een handige Excel add-in van het Statistical Services Center van de University of Reading. En je kan gebruik maken van een statistisch softwarepakket, zoals bijvoorbeeld R. En hier volgt tenslotte een laatste case, waarmee we voorzichtig een stapje verder doen richting statistiek. We hebben in twee verschillende bossen de diameters van 9 bomen gemeten en daarvan het gemiddelde berekend. In welk bos zijn de bomen het dikst?
De gemiddelde diameter in het tweede bos ligt in dit voorbeeld duidelijk hoger dan in het eerste. Maar nemen we nog andere steekproeven, dan zullen de gemiddelden rond die waarden blijven schommelen. Je kan hier een variantieanalyse op uitvoeren, waaruit zou blijken dat er geen significant verschil is tussen de diameters van de bomen in de twee bossen. Maar we gaan dit visueel benaderen en bouwen eerst een 95% betrouwbaarheidsinterval op. Dit is een interval waartussen de waarden van onze steekproef waarschijnlijk zullen vallen. Hier staat eigenlijk hetzelfde uitgelegd op een iets andere manier. En dit is de benaderende formule hoe je zo'n interval kan berekenen. En dit is de manier om het in Excel te berekenen. Je kan de bekomen waarden dan voorstellen als gekleurde balkjes in een Excel spreadsheet. Het is nu in één oogopslag duidelijk dat beide gemiddelden tussen waarden schommelen die elkaar deels overlappen. Maar let wel op, dit is een grove benadering. Ze is wel visueel gemakkelijk te interpreteren en is dus ideaal voor presentaties. Voor exacte berekeningen moet je rekening houden met een heleboel randfactoren. Exacte berekeningen gaan dus in de handout. Het spreekt ook vanzelf dat je voor sommige berekeningen, bijvoorbeeld draagkracht van constructies in de bouw, geen grove benadering kan gebruiken. Hier een praktijkvoorbeeld waar je wel een grove benadering kan gebruiken. De cijfers stellen de schaduwtolerantie voor van enkele boomsoorten. Een aantal soorten zoals zomerijk verdraagt gemiddeld minder schaduw dan Amerikaanse vogelkers, een invasieve exoot. De schaduwtolerantie van Amerikaanse vogelkers wordt voorgesteld door een geel balkje, die van zomerijk door een groen balkje er net boven. Je ziet dat de 95% betrouwbaarheidsintervallen elkaar voor een groot stuk overlappen. Afhankelijk van allerlei omstandigheden kan zomerijk dus toch overleven tussen Amerikaanse vogelkers. Moest je hier enkel de gemiddelden presenteren, dan heb je de neiging om aan te nemen dat zomerijk altijd verliest van Amerikaanse vogelkers. We hebben in deze presentatie een heleboel aspecten behandeld, hoe je jouw toehoorders helpt efficiënt op de inhoud van jouw presentatie te focussen. Veel succes met de toepassing ervan!